Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jan en Alleman. We hebben weer een keur aan gasten voor u bij ons aan tafel. Dus we gaan snel beginnen. Ja, een heleboel gasten en een hoofdgast. Ja, onze eigen Arie van Krimpen. Want ik ga al bijna... ik ga hem tutoyeren ook vanavond. Je bent al zo eigen, Arie, als tafelgast. Nou, dat is fijn. Dat is fijn. En tutoyeren, dat mag hoor. En we zitten ook zo lekker dicht bij elkaar. Ja, we zouden elkaar bij wijze van spreken kunnen aanraken. Helemaal goed. Dit wordt een hele fijne avond. Ja hoor, zeker weten. Mooi. Ja, bijna een romantisch begin zo op deze manier. Maar ja, Arie, we maken altijd eerst met jou even een praatje. We hebben Koninginnedag beleefd, of is het Koningsdag? Wat was het? Nou, ik denk dat zeker Koningsdag is geworden. Ja, hoe vond je het? En ook wel Maxima hoor. Ja, moeten we niet vergeten. Als we het over Willem-Alexander hebben, dan hebben we het ook over Maxima en de kids. Ja, je luistert een beetje naar zijn tekst en je kijkt naar haar. Ja. Zoiets is. Ja, nou, dat is toch normaal. Ja, ja. Ja, dat heb je bij mij ook, als ik met mijn vrouw samen ben ook. Ja, dan, ja, dikwijls. Ja. Maar hoe heb je die dag beleefd? Wat heb je gedaan? Eerst de rommelmarkt bezocht? Ik was om 8:30 stond ik klaar bij het verkeerde hek bij de scouting. Want ik wilde LP'tjes scoren. Maar aan de dijkkant, daar stond een concurrent. En die had toch wel 40, 45 LP's. En ja. Ik had er 2. Dus dat was een slecht begin, maar goed. En wat heb je gescoord? Ik heb Erik Burden en Animals gescoord. Leuk. 2 stuks. Wel even gekeken of er geen krassen in zaten? Nou, die zitten er bijna altijd in. Het is een LP uit 68, dus dat is altijd. Geweldig, man. En de andere LP? Emma Selinke Palmer. Oh, mooi. Trilogy. Dus jouw jacht op Corrie Konings albums, dat is weer schroomelijk mislukt. Ja, dat is niet te doen, joh. Dus de concurrentie veel te groot. Ja, echt waar. Weet het, hè. Ja. Maar goed, daar ben je mee begonnen. Ja. En toen naar de markt. Nou, en om 7:00 was ik al bij de bakker natuurlijk, voor de Tom Poeze. Juist. Vooruit betaald. Ja, dat moet die dag, hè. Ja. En toen naar de markt geweest. Nee, en daarna ben ik... Na het eten ben ik met Marjan gaan fietsen, rondje Loet. Marjan, mevrouw, wat ziek geweest. En 4 weken niet gefietst, 4 weken met de auto naar de werk. En dus nu moest het een keer voorkomen. Geweldig. En heb je nog iets meegekregen van de applicatie en de rest van de koninklijke belangrijkheden? Eerlijk gezegd, niet zoveel. Het interesseert me überhaupt niet zoveel. En nee, niet dat ik tegen het Koningshuis ben of zo. Maar ik heb leukere dingen te doen, vind ik. Dan een hele dag voor die buis zitten. Ja, goed. We gaan het hebben over komende zondag. Want dat wordt voor jou een hele feestelijke dag. Het gaat gebeuren. Ajax wordt kampioen. Nou, het wordt weer rood, wit en blauw in Amsterdam. Het is 5 mei, hè? Rood, wit en blauw wordt weer in Amsterdam. Je weet de kleuren van Willem II, hè? Ja, dat is waar. Ja. Het wordt een luizige 0-1. En ik krijg nu ruzie met net, want dat is een waanzinnige Ajax. Ik zag hem ook wel een beetje gniffelen. Onze gast. Nou, kunnen we gelijk overschakelen. Ja, laten we dat maar gelijk doen. Ja, onze eerste echte gast. Want Arie is tafelgast, dat telt allemaal niet zo mee. Dat is de voorzitter van Dilettant Mensen Thuis. En dat is Ed Versluis. Het rijmt toch ook? Ed, welkom. Ja. Eerste keer dat je hier zit. Inderdaad. Ja. En dan krijg je gelijk applaus. Ja. Nou, ja, dankjewel voor de uitnodiging sowieso. Dat is een lekkere binnenkomer. Ja. Hoe is het op dit moment om voorzitter te zijn van de voetbalvereniging Dilettant? Nou, ten eerste hartstikke leuk. En ten tweede, ja, zeer zeker ook zwaar. Want er komt wel wat op je af. Maar het is en het blijft hartstikke leuk. Ik loop daar al wat jaren rond. Ik ben er begonnen als jong jochie met voetballen. Ja. Selectie gehaald. Een poosje weg geweest. Eigen kinderen getraind, geleiderd, jeugdvoorzitter, inmiddels voorzitter. Dus je loopt er al wat jaren rond en dan krijg je binding met een club. Juist. Nou, dat is in ieder geval een van die clubs, is sowieso Dilettant. De andere club aan is Ajax. Weet ik. Weet je dat ook alvast. Maar goed, je krijgt binding met een club, dus het is zwaar, maar het geeft ook voldoening. Juist. In wat voor periode zit Dilettant op dit moment? Hoe moeten we dat kenmerken? Sportief zitten we in een periode dat we in ieder geval handhaven. In de derde klas. Ja. De doelstellingen lagen wel wat hoger, maar dat hebben we met eerste elftal net niet gehaald. Sportief tweede elftal kan de na-competitie nog halen. Sportief A1 draait lekker mee bovenin. En de rest standaard teams jeugd. De een doet beter dan de ander. Ja, en organisatorisch daar zijn we nog drukdoende om alles goed draaiende te houden. Waar liggen de bottlenecks bij jouw vereniging? De bottlenecks vind ik zelf toch wel de recessie. Dus financieel moeten we ons best doen om ons hoofd boven water te houden. Dat lukt aardig tot goed.
Baromzet en sponsoren zijn nog wel een hele belangrijke inkomsten voor de club. Ik heb wel begrepen dat twee hoofdsponsoren ermee stoppen. Klopt dat? Dat klopt, ja. Die hebben een periode volbracht van 3 jaar. We hebben wel een sponsorcommissie weer opgezet. Ja. Dat wordt een stichting, daar gaan we aanstaande maandag voor tekenen. En daar hebben we 1 hoofdsponsor binnen zitten met diverse subsponsoren. Dus zeg maar, je komt wel aan hetzelfde bedrag uiteindelijk. We als komen het minimaal aan hetzelfde bedrag. Dat betekent voor de komende 3 jaar weer. Ja, dat is mooi. Ja. Welk bedrijf gaat het om? Dat mag ik nog even niet noemen, want het zijn meerdere bedrijven. En dat willen noem we ze allemaal. Dat willen we kenbaar maken. Op het moment dat de stichting daadwerkelijk staat. Juist. Ja, Arie, jij bent dilettant. Zag je dat er je microfoon al scherp stellen? Dat is nou de vraag. Nou nee, maar dat is nou precies wat er op het ogenblik toch een beetje onder de leden heerst. En toch ook wel mensen die belangstelling hebben voor de club. Dat alles zo lang duurt. Ik zou het van de daken schreeuwen wanneer je een nieuwe hoofdsponsor hebt en 16 of 17 subsponsors. Geweldig. Hippie hoera. En alleen Ed, hij geeft ook aan waarom, dus het is een legitieme reden. Niet, want we hebben gemiddeld 600.000 kijkers dit programma. Ja. Je kan een enorme explosie maken. Ik zou zeggen, maak bekend. Niet te geloven. Nee, maar goed, Arie, om hierop in te haken. Kijk, op de website staat het wel vermeld, hè, dat we ermee bezig waren. Ja, daar staat op de website ook vermeld dat we gescoord hebben en dat we weer een sponsorgroep hebben voor de komende 3 jaar. Maar de daadwerkelijke namen, daar willen we... daar willen we een feest van maken. Hè? Dus als jij zegt van we zijn met z'n allen hier welkom, dan komen we graag. Hè? Dan doen we dat tijdens een uitzending. Maar dan komt heel die sponsorgroep hier, Jan. Dat nemen ze maar mee, man. Ja? Ja. Maar, over 2 weken. Ik kan dat hier wel verkondigen, maar dat doe ik liever met allemaal. Ja. Hè? Die, die mensen zijn zeer belangrijk. Je kijkt er wel blij bij, dus je bent ook wel opgelucht dat het op deze manier absoluut, op zijn pootjes absoluut, terecht komt. Absoluut. Een ander punt. Lekker Kerkers overgaan naar het zaterdagvoetbal. Ja. Het speelt in de hele regio, bij elke club. Ja. Hoe staat het er bij jullie mee? Ik heb begrepen, jullie hebben een enquête gehouden of gaan er een houden. We zijn ermee begonnen, ja. 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 Waarom? Omdat het een vraag is die naar voren is gekomen tijdens de laatste ledenvergadering gehouden in juni 2013. Want voorheen hebben wij bestuurlijk daar goed overleg over gehad en eigenlijk besloten om te zeggen van wij vinden onszelf levensvatbaarder op zondag. Toen hebben we het een aantal jaren geleden voorgelegd aan de leden die op de ledenvergadering komen. En toen is er gestemd voor zondag prestatief voetbal. Laatste ledenvergadering waren er een aantal leden die zeiden van wij willen graag op zaterdag voetballen. Wat zijn de mogelijkheden? Toen hebben we gezegd van het is nu kort dag, dus komende seizoen voetballen we sowieso nog zondag prestatief voetbal. Maar we willen jullie tegemoetkomen. We willen gaan onderzoeken onder de leden, ouders, sponsoren en een ieder... Ja, hoe dat leeft. Ja, want dat komt natuurlijk ook, Ed, omdat je weet... de mensen die op een algemene ledenvergadering komen... zijn andere mensen dan de voetballers. Ja. Het zijn toch vaak de diehards, de mensen die al jaren lid zijn. Klopt als een bus. Maar dat wil dus niet zeggen dat dat ook de algemene opinie is. Vandaar die enquête, denk ik. Vandaar de enquête. Het is ook zo, ik ben voorzitter. Ik vertegenwoordig met mijn medebestuursleden... Of vertegenwoordigen wij de club naar buiten, maar de club bestaat uit leden. Hè? De vereniging, de leden bepalen. Hè? Wij besturen, de leden bepalen. Dus daar moeten we zeer zeker naar luisteren. Ja. Hoe schat jij dat in, Arie? Want jij hebt aardig wat verhorens binnen die club. Jij bent een zondagman, schat ik in. Ik ben 100% een zondagman. Ja. Ja, echt waar. En ik denk ook dat het voor dilettant beter is. Om een aantal redenen, maar... Misschien is het belangrijkste wel dat we natuurlijk ooit waren we op Spirit na in de West-Krimpenwaard allemaal een zondag. Dan had je hier ergens DCV en had je hier Lekker Kerk en hier Dilettant. Dat is de laatste jaren is het weliswaar ietsje omgeturnd. Maar ik blijf Lekker Kerk waanzinnig veel potentie hebben omdat ze het financieel zo erg goed voor elkaar hebben. Er gaat iets positiefs over Lekker Kerk. Nee, dat heb ik altijd gezegd. Heb ik altijd beweerd. Ja, heb ik altijd gezegd. Echt waar. Dus ik ben heel erg voor blijf op zondag voetballen. En al is het maar met 2 teams. Het is ook inkomsten op zaterdag. Je hebt al 3 teams op zaterdag. Dus inkomsten op zaterdag en zondag. Maar er zit ook nog een sportieve component en aan. Hè? Want nog één als jij op een gegeven moment alleen recht hebt op zondag... Ja. Krijg je ook de beste spelers die op zondag Maar daar moet je wat voor doen.
En ja, ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ja. Nee, voorlopig goed, heb ik het idee hè, dat ja, er komt straks een nieuwe trainer, maar je selectie loopt wel enigszins leeg. Baart je dat zorgen? Dat baart ons zeer zeker zorgen. En de selectie loopt leeg. Wat nu 100% bekend is, dat Tim Digi, René Gerlach en Mark Offerman. Wat, ja, voor de rest zijn nog twijfelgevallen. Ja. En, ja, dat is nog afwachten. Voor de rest zijn we ook bezig met andere spelers, hoor, om er toch weer wat. En Mark moeten we omlullen, joh. Ja. Dat, maar goed, om nog even terug te komen over het zaterdag zonder voetbal. Ik wil daar nog wel over op inhaken, hoor. Want jij zegt, het speelt, hè, het speelt in de gewesten 1 en 2. Ja. Hè, want landelijk gezien zijn er nog steeds meer zondag prestatief elftallen dan zaterdag prestatief. En dat verschil is ongeveer 350 om 1170. Ja, dus dat is vrij significant. Ja, ja. Ja, toch? Het speelt enkel alleen in West 1 en West 2. Ja. Ik denk ook dat dilettant veel meer levensvatbaarheid heeft op zondag. Hè? Wij zitten oneerbiedig gezegd in een verdomhoekje. Hè? We trekken geen publiek meer als we ook op zaterdag gaan voetballen. Ik denk dat we sponsoren gaan missen. Ik begrijp de leden, hoor, dat ze graag op zaterdag willen voetballen, want dan kunnen ze lekker stappen. Begrijp ik 100%. Maar wij moeten ook nadenken over de financiële zaken. Ik wil publiek trekken, ik wil gezond blijven met de vereniging. En dat is ook zeer zeker belangrijk. Ja. En wat ook kan, is op zondag, ik zou niet de A1 junior op zondag laten voetballen, want dat is natuurlijk ook 17, 18 jaar en die gaan al stappen. Ja. Maar de C1 en de B1, dat kan ook op zondag voetballen. En die, wou zeggen de B1 ook al gaan stappen? Nee, waarom niet? Tegenwoordig stappen ze wel vroeger dan wij eigenlijk. Ja, ook, ik ben pas van mijn 34ste ermee begonnen, maar dat maakt niet uit. En geëindigd. Nee, dat 70% van de stemgerechtigde leden, tenminste de leden die de enquête mogen invullen, zeggen zaterdag voetbal. Ja. Dan confirmeren jullie je daaraan? Nee, want dan gaan we de ledenvergadering houden. We gaan nu onderzoeken wat er leeft onder de leden en onder de sponsoren, toeschouwers en ouders. Ja? Die uitkomst wordt meegenomen. Het wordt ook nog onderzocht door de studenten van de HES, hoor. Die gaan volgende week beginnen. Ja. Gewoon... Maar stel dat het 70% zegt zaterdag, prestatievoetbal zaterdag. Ja. Dan wordt het in de ledenvergadering binnengebracht. Juist. En dan gaat er gestemd worden. En als dan die 70% daar is, dan word je een zaterdagvereniging met pijn in het hart allebei? Nou, ja, je zal mij er minder zien. Ja, met pijn in het hart. Echt waar. Ja, kan me voorstellen. Ik, maar goed, daar zijn jullie ook niet de enige in. Want in Lekkerkerk doet het ook nog steeds zeer. Nou ja, dat geloof ik. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Nou goed, we gaan het afwachten. Wanneer is de uitkomst bekend? De enquêteformulieren moeten voor 31 mei ingeleverd zijn. Dan gaan we beginnen met het onderzoek door de HES-studenten. Ledenvergadering is gepland oktober-november 2013. Juist. Dat wordt een spannende en enerverende periode. Ja. Zeker weten. Ed, geweldig dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Binnenkort kom je met 340 sponsors langs. En dan is hier het huis te klein. Oké, hey, dank je wel. Graag gedaan. Oké. Julia. Ja. Ja, als de ledenvergadering zegt, we gaan dat doen, dan heb je je te conformeren. Ja, dat is waar. Arie, jij bezoekt alle ledenvergaderingen ook van deze club? Als ik niet op vakantie ben, dan ben ik op de vergadering. Ja. Ze worden druk bezocht. Ja, ik heb altijd veel te vragen. De laatste keer hadden ze de vergadering verzet. Dus hij was op enig moment, ik denk zo, kan ik er lekker naartoe. En ze doen hem 4 weken later. Ja, dus ik wil op de Canarische eilanden of iets dergelijks. Ja, maar dat plannen ze ook een beetje in jouw vakantie. Misschien, nou, dat ga ik niet uitspreken, maar geeft wel te denken. Dus geeft te denken, ja. Goed. Nou ja, dilettant. We gaan het verder afwachten. Iwe, jij hebt twee heren hier zitten. Ja, er zijn weer twee andere heren aangeschoven. En dat zijn Albert de Haaij en Anton Littel van de Oranje Vereniging van Lekkerkerk. Welkom, heren. Al een beetje bijgekomen van alle festiviteiten van de afgelopen dagen, Albert. Ja hoor, zeker wel. Helemaal bijgekomen, ja. Een keertje slapen en dan gaat het weer goed. Met die banaan. Ja. We hebben afgelopen zaterdag al een korte impressie gemaakt tijdens de hobbydag in Amicitia. Daar gaan we nu, terwijl wij een praatje maken, gaan we er even naar kijken. Dan heeft u een idee als u niet geweest bent, u heeft wat gemist. Ja, want dat was natuurlijk voor jullie eigenlijk het eerste, Anton, wat er ging gebeuren bij de festiviteiten. Hoe is het gelopen organisatorisch? Nou, het begin een beetje stroef. Ja, we hebben dus toen bekendgemaakt werd door HMAIC de koningin dat de abdicatie zou plaatsvinden op 30 april. Toen hebben we meteen een commissie gestart. En ja, de
kwam weinig reactie op onze oproep om iets te laten tonen wat je dus ergens in je hobby waar je goed in bent. Ja, het is aardig goed gekomen. Maar ja, gelukkig. Het is eigenlijk het einde van de mensen toch nog wel. Met, hoeveel ik meedoen? Hoeveel kraamhouders zijn er uiteindelijk geweest? Ongeveer? 26. Kijk. 25 of 26. Nou, dat is een mooi aantal voor een eerste keer. Ja. Dat was zaterdag. Dat was natuurlijk met fantastisch. 900 bezoekers. 900 bezoekers. Zo, dat is netjes. 10 appeltaarten heb ik geteld. 11. 11 zelfs. Echt 11. En 2 zijn er niet gekomen. Dus 13 hadden zich aangemeld. Ach jee. En 11 zijn er echt gekomen. En heel veel bloemstukken zijn er gemaakt. Veel? Ook dat, ja. Nee, dat weet ik niet hoeveel. Dat waren er heel veel in ieder geval. Het was wel leuk. Kinderen ertussen vanaf 5 jaar. Ja. Die toch heel erg de best doen dan. Ja. Nou, we zijn natuurlijk de hele dag zijn wij er ook geweest met TV Vrolijk. We kijken nu naar een korte impressie. Kan de kijkers thuis vertellen dat de volledige reportage ook uitgezonden gaat worden komende week op Vrolijk. Dat was zaterdag. Ja, en dan was het Koninginnedag, 30 april. Hoe vroeg begon 30 april voor jou, Albert? 6 uur liep de wekker af. Zes je moet ook niet overdrijven. Niet om 6 uur meteen al met blikjes aan de fiets over. Nee, maar wel de vlag buiten hangen. Ik heb wel zoiets dat ik wel een van de eerste wil zijn. Ja, ja. Heb je genoten verder van de hele dag? Ja, super. Ja? Ik heb wel een hele dag voor de televisie gezeten. Vanaf 10 uur, ja sorry. Vanaf 10 uur tot 4 uur. En het was schitterend. Ja. Een traantje gelaten? Ja, best wel. Weet je wat... Dan zit je zo te kijken en dan komt Maxima komt daar binnen. En dan zie je al die andere lui zie je lopen van Charles met Camelia. En dan denk ik, waar vind je zo lelijk het? En Maxima was toch echt met ver uit de top. Ja, maar hij is wel gelukkig met Camilla, toch? Ja, Camilla is het. Ja, hij straalt het niet uit. Nou ja, goed, blijft de Brit. Ze zaten samen even te praten en toen had ik het idee dat hij zei tegen haar... zal ik het eens aan mama vragen of ik ook mag? Ja. Ja, toen zei zij, mama vindt het niet goed. Ja, maar hij is al 75, ja, Charles. Zoiets, ik heb geen idee. De kleinzoon die moet het gewoon gaan doen. Ja. Maar goed, het was een prachtige dag. Ja. En genoten inderdaad van alle tv-beelden, maar zeker ook natuurlijk op ons eigen dorp. Waar we toch ook het een en ander wel gedaan hebben. Ja, en daar staan jullie alweer voor het volgende evenement natuurlijk. En daar kan Anton vooral wat over vertellen. De herdenking, 4 mei. Ja. Hoe gaat dat vorm krijgen? Want daar zijn jullie ook verantwoordelijk voor. Ja, de herdenking op 4 mei, daar is Albert iets beter in dan ik. Ik loop er een paar jaar mee. Albert doet het al heel lang. Vanaf jaren geleden van de schoolkinderen. Ik denk dat het bij de Ebenezer gestart is. Ja. En... Ja, ik denk dat Albert er beter iets meer over kan vertellen. Ja, want die schoolkinderen, dat is echt een traditie geworden. Ja. Wanneer is dat begonnen, om schoolkinderen? Eigenlijk ben ik ermee begonnen toen mijn kinderen op de lagere school zaten. Zo. En met de ochtendherdenking op de begraafplaats om 11:30. En dat ik de eerste keer naar de burgemeester ging en zei van... joh, ik wil met de schoolkinderen. Toen zei hij, ja, het gebeurt niet. Die willen we er niet bij hebben. Okay. Nou ja, maar je moet ook wel eens vol blijven houden. Ja. En uiteindelijk van het liedje was het de familie die zei... ja, het zou toch wel leuk zijn, want we worden met steeds minder. Want het was toen nog echt familie, de nabestaanden. Maar ja, die worden ouder en dat neemt af. Maar er komen steeds meer belangstellenden. En 's morgens is de scouting van Krimp van der Lek erbij. Ja. Die doen het super netjes, echt zo mooi en... En dan, dus 's morgens ook al heel veel belangstelling. Ja. En daar zijn we uiteindelijk mee begonnen. Ja. En de ochtend, dat is afwisselend? Dat is om 11:30. Dus altijd sinds de oorlog 11:30 op Lekkerkerk op de begraafplaats. En dan is de burgemeester is er altijd. En dan lopen we de graven langs van de oorlogsslachtoffers... of de mensen die als gevolg daarvan herdacht worden. Ja. En dan 's avonds de herdenkingsdienst in de Grote Kerk? Ja. Even hierop in te haken... Er is sinds verleden jaar is er ook koraalmuziek wordt gespeeld door een ensemble van de muziekvereniging. Ja. En dat klinkt heel plechtig over die graven. Dat is zoiets moois op die achtergrond. Ik heb dat iets als heel moois ervaren verleden jaar. Ja. En dat gaat is wel iets wat je toch minstens één keer de komende jaren te continueren. Ja. Dat zou mooi zijn, ja. Ja, het vervelende is dat bijna niemand het weet. Als je dan zegt, joh, er is bij 's morgens herdenking, dan ze zeggen... Waar dan? Het is al vanaf de oorlog, dus het is niet vandaag voor het eerst. Niet echt, nee. En dan 's avonds natuurlijk de dienst in de Grote Kerk, dat is ook al jaren. Nou hebben we elkaar eerder al eens gesproken hier.
dat ik niet wist dat dat openbaar was. Dat ik dacht dat dat alleen voor genodigden was. Maar die kerkdienst 's avonds is voor iedereen toegankelijk. Het is geen kerkdienst, maar het is een herdenkingsdienst. Een herdenkingsdienst, excuus. Ja. En dat is heel bewust daarvoor gekozen, voor die naam. Omdat mensen niet de indruk moeten krijgen van het is een kerkdienst, dus ik wil er niet naartoe. Nee. En natuurlijk is die voor iedereen. We rekenen er gewoon op dat de kerk vol zit. We proberen zoveel mogelijk kinderen erbij te betrekken, van alle scholen. De kinderen worden verzocht of ze gedichten willen maken en die mogen ze zelf voordragen. We gaan dat 's middags eerst altijd oefenen nog in de kerk. En dan mogen ze er eigen gedicht voordragen. En ze mogen iedereen meebrengen en iedereen die op Lekker Kerk woont, zou ik bijna zeggen, je moet het meegemaakt hebben. Het is heel plechtig, het is heel mooi. We hebben ook altijd een spreker. Ja. En er zijn nog wat mensen die de oorlog meegemaakt hebben. Die proberen we er nog bij te betrekken. Wie spreekt er dit jaar? Dit jaar hebben we... Is de heer Henk Klip. Staat per ongeluk, is er in de krant terechtgekomen uit Lekkerkerk. Maar hij woont echt in Krimpen aan de Lek. Krimpen aan de Lek, ja. En die heeft ook wat boekjes opgeschreven over zijn tijd in de oorlog. En die gaat dan nu iets vertellen over de razzia's, de hongerwinter. En wat hij, zijn belevenissen gaat hij dus ook vertellen. Ja. Het wordt weer een mooie dag. Ja. Maar we hebben ook wel eens sprekers gehad via Kamp Westerbork. Die hebben een bestand met sprekers en dan kan je er een beroep op doen. Ja. En dat zijn, vorig jaar hadden we een mevrouw, die heeft dus ook in een kamp gezeten. En die kwam daar de verhalen over vertellen. En dat is soms heel erg emotioneel. Dat is heel indrukwekkend, denk ik. Ja. We hebben 3 kwartier. Het is altijd een vast programma van 3 kwartier. Het begint 7 uur en 7:15 gaan we naar buiten. Dan dragen de kinderen. Kwart voor acht. Dan dragen de kinderen de kransen. Dus we vragen de mensen die in de kerk zitten op dat moment om eerst naar buiten te gaan. En aan 2 kanten van de lange stoep aan de kanten gestaan. Dan lopen we met de kinderen er doorheen. Zo naar het borstbeeld. Daar zit koraalmuziek te spelen. En daar wachten we dan tot het klokslag 8 uur met de last post. En dan met Wilhelmus. En dit jaar gaan we voor het eerst op speciaal verzoek van de burgemeester na het Wilhelmus ook de vlag hijsen. Oké. Dat is toch weer iets nieuws toegevoegd aan een traditie die nog steeds levend is. Ik denk dat ik de kijkers thuis gewoon ga oproepen om 's ochtends om 11:30 en of 's avonds om 7:00 gewoon bij een herdenkingsdienst aanwezig te zijn. Het is prachtig dat het georganiseerd wordt. Het is heel belangrijk en ik heb daar grote waardering voor dat jullie dat als Oranje Vereniging doen. Nee, het is de 4 mei-commissie. Het is de 4 mei-commissie. In het verleden deed de Oranje Vereniging het om de 5 jaar. Ja. En zeg maar met 5 en 0. En dat stuitte toen wat op bezwaar. Om de 5 jaar is ook niet erg praktisch. Dus toen is het overgegaan op een 4 mei-commissie. Helder. En, dat wij toevallig hoofd van de Oranje Vereniging zijn. Dat is puur toeval. Het ligt ook wel een beetje dicht bij elkaar natuurlijk. Ja. Nou, sorry voor de verspreking. Ik was er niet van op de hoogte. De 4 mei-commissie organiseert het allemaal. En wij gaan erbij aanwezig zijn aanstaande zaterdag. Fijn. Mooi. Dank jullie wel dat jullie hier even wilden zijn. Anton Littel en Albert de Haaij. Graag gedaan. Ja, Arie, hou jij dat ook bij? 4 mei, dodendenking. Is dat voor jou een vast moment? Nou, ik, uit respect ben je natuurlijk stil om 8 uur. Dat wel. Ik sta er niet, eerlijk gezegd niet zo bij stil. Jij gaat niet naar een bijeenkomst toe? Ik ga absoluut niet naar een bijeenkomst. Nee. Dus jij zit thuis? Ik zit thuis en ben even stil. Ja. En dat is het voor mij. Juist. Inmiddels is onze volgende gast aangeschoven en daar zijn we heel erg blij mee. En dat is Els Molenaar-Gazan. Ik hoop dat ik het goed zeg, Els. Ja, je zegt het geweldig. Ik mag jou tutoyeren. Alsjeblieft. Ja, heerlijk. Ja. Nou, jij bent... Jammer, eerst applaus. Ik denk, we gaan gelijk maar van de kiet, want er is heel veel te bespreken. Jij bent kunstenares, mogen we zeggen. Ja. Je woont in Krimpen aan de IJssel. Ja. Je bent van bouwjaar 1941. Ja, stevig, ja. Juist. En je exposeert zeer binnenkort, 4 en 5 mei. 4 en 5 mei in De Zaag. In De Zaag. En, in Krimpen aan de Lek. Juist. En wat ga je daar exposeren? Tekeningen van Joodse kinderen die niet het hebben overleefd. Ik zelf heb het overleefd. En ik... het is natuurlijk een eer voor mij dat ik dan die kinderen... Die probeer ik levend te maken, nog even in die korte tijd dat ze geleefd hebben.
Ja, het gaat om kinderen die zeg maar in de oorlogsjaren zijn omgekomen, ja. Naar Duitsland zijn vervoerd en ja, gedeporteerd. Nooit meer zijn teruggekomen. Ja, nee. Jij hebt zelf een Joodse achtergrond. Je bent Joods. Ja, ik ben Joods geboren. Mijn vader was Joods, mijn moeder was Joods en dus ben je Jood. Ja. Ik heb geen godsdienstige achtergrond, want ik ben met 7 maanden. Toen moest ik weg, toen moest ik onderduiken, ben ik dus weggevoerd en ben in een gezin gekomen dat humanistisch was. Juist. Dat was echt. Maar ze hebben me dus iedere avond uit de Joodse kinderbijbel voorgelezen. Dus het waren hele goede mensen. Ja. Echt hele. Je bent geboren in Amsterdam. Ja, klopt. En als baby eigenlijk, 7 maanden, ja, dan ben je nog baby. Ben ik dus met de ondergrondse, ben ik als een parketje vervoerd naar Rotterdam. Daar kwam ik in een soort clubhuis terecht. En dan konden dus mensen die dus zich hadden aangemeld, die konden dan een kind komen uitzoeken. Ja. En dat, die werden dan meegenomen naar huis. Maar omdat ik natuurlijk nog zo klein was, konden ze dat makkelijker. Omdat ze zeiden gewoon een nichtje uit Zeeland. De moeder was ziek, dus wij nemen dat kind even in huis. Dus dat was, niet Joods. Nee. Uit wat voor gezin ben jij afkomstig? Mijn vader was tandarts. En mijn moeder assisteerde haar, mijn vader. Ja. En hoe het gezin echt was, dat is mij eigenlijk nooit verteld. Want toen alles dus weer terugkwam, mijn moeder kwam terug met zussen en 1 broer nog. En ze spraken niet over de oorlog. Daar hadden ze echt hun buik vol van. Daar wilden ze niets meer over weten en over horen. Mijn moeder had een. Die was dus heel erg gevoelig. De gevoelens waren afgestompt. Ja. Die waren er niet meer. Ze kon afstand. Dus ik ben dus naar de oorlog wel teruggegaan. En heb dus in Amstelveen woonde ze toen. En toen heb ik dus mijn pleegouders, die dus na een aantal maanden dachten, even kijken hoe dat kind het maakt. En die kwamen daar dus in Amstelveen. Die zeiden, nou, dat kind gaat mee, want dat is geen leven hier. Nee. Want mijn moeder kon moest het werken. Niet aan. Ik kon het niet aan. Nee. Ik had 17 jaar oudere zus. En die zei, ja, ik heb 5 jaar opgesloten gezeten. Ik ga echt niet voor kleine kinderen zorgen. Ik ga weg. Dus ik was min of meer alleen. Ja. En toen ben je weer meegegaan met je pleegouders. Ja. En toen ben ik dus heen en weer gegaan. Juist. Van pleegouder naar moeder, naar pleegouder naar moeder enzovoort. Zo ja. Is mijn achtergrond. Ik heb zelf altijd het gevoel gehad ook dat de oorlog was voor mij het meest veilige. Want daar was ik op in 1 gezin. Ja. En dat was dus gewoon, ik werd heel goed verzorgd en lief gehad. En daarna begon eigenlijk een beetje de trouble. Ja, want na de oorlog, dan kom je erachter wat je achtergrond is, wat je afkomst is. Ja. En dan hoor je dat er heel veel kinderen van jouw leeftijd nooit meer zijn teruggekeerd. Ja, dat is zo. Dat heeft in jouw verdere leven een grote rol gespeeld. Ja, een hele grote rol. Ik heb, mede omdat ik dus in 2 verschillende gezinnen zat, mijn pleegouders waren dus arbeiders, heel arm. En moest iedere cent omdraaien. Mijn moeder had een zaak en had een auto. En alles kon, bij wijze van spreken. Alles kon. Ja, ja. En daar zat ik dus van de een naar de ander. Ik veranderde ook helemaal. Als ik in Amsterdam was, bij mijn moeder, had ik dus flair. En als ik in Rotterdam was, was ik miserig, een beetje achter. Zo. Ja. Dus dat ga je krijgen dan. Wat heeft de oorlog en alles wat daarin gebeurd is, ook met jouw familie? Want je hebt ook een broer verloren in de oorlog. Ja, en tantes, ooms. Wat heeft dat met jou gedaan in je verdere leven? Nou, ik heb heel lang eigenlijk gezocht naar waar ik bij hoorde. Ja. Omdat ik dat niet goed wist. En toen ik dus eindelijk besloot, oké, ik ben Joods, laat ik daar dus iets aan doen. Niet het geloof,
Maar ja, het feit dat je daar vandaan komt. Ja, ja. Tuurlijk. En heb ik dus. En omdat ik dus kunst maakte, kreeg ik dus in 4 jaar geleden ongeveer, kreeg ik van een zwager die met mijn zus getrouwd was, mijn oudste zus, die overleden was. Die zei, Els, ik heb foto's. Wil jij foto's? Ik zei, nou, graag. En toen kreeg ik dus bijvoorbeeld een foto van dat ik in het kraambed bij mijn moeder lag. Nou, dat was voor mij. Ik dacht dat ik opgericht was. Zo was het. Ja, ja. Een NV. Maar, maar dat bleek dus niet waar te zijn. Dat was geweldig. Voor mij was dat geweldig. Het was een bevestiging. Het was een bevestiging. Ja, ja. En toen heb ik ook nog een foto van mijn broer gekregen die ik ook nooit had meegemaakt. Ja, 7 maanden, dat ben je niet bewust. Dus nee, jouw broer Dolf. Dolf, ja. En hij is geboren in november. 8 november. En ik ben 6 november geboren. Dus ik dacht, ha, schorpioen. Ik zal eens even kijken of wij gelijkenis hebben. En toen ben ik hem dus gaan tekenen om te voelen hoe die in elkaar zat. En toen, ja, toen ik die tekening had gemaakt, toen dacht ik, nou, dit is zoveel levendiger en mooier dan een foto. En toen dacht ik, ja, ik leef, hij niet meer. Er zijn heel veel kinderen overleden. Ik ga al die kinderen tekenen. Jouw broer is ook in een concentratiekamp om het leven gekomen. Ja. Maar je vertelde het, want dat intrigeert me enorm, hè? Je hebt een foto van je broer. Nou, dat emotioneert al, denk ik. Want ja, het is je broer. Ja, ja. Dan ga je hem tekenen, zodat hij zeg maar dichter bij je komt. Ja. En wat voel je dan? Nou, ik... Fijn. Ik had niet verdriet. Ik had niet van, oh god, hij is er niet meer of zo. Nee, ik had het gevoel van, ik maak hem weer belangrijk. Dat is, denk ik, wat ik voel. Dat, ja, daar komen we zo op terug. Dat is heel belangrijk, ook voor je latere werk. Ja. Je hebt natuurlijk veel meer tekeningen nu geproduceerd. Ja. Maar doordat je hem tekende, leerde je hem ook beter kennen, ja. Misschien. Ja. En kon je ook voelen dat het je broer was. Ja. Dat moet bijna een sensatie zijn geweest dan. Dat was het ook. Het was echt. Want ik kan me namelijk ook voorstellen, omdat je elkaar nooit gesproken hebt, ja, dat je dat juist zo graag zou willen. Dat is dus wat je doet. Als je gaat tekenen en je ziet zijn ogen en je ziet dat hij naar jou kijkt. Als ik ogen teken, dan teken ik ze zo dat ze mij aankijken. Ja. En dan krijg je dus een verbinding. En dan, dat is gewoon geweldig. Ja. En ik heb vorige week bij jou mogen zijn, aan de keukentafel. Dat was en, erg leuk. Ja, dat was zeker erg leuk, maar daar gaan we verder niet over uitweiden. Nee, nee. Want dan zou dit onderdeel 2 shows lang duren. We hebben het over heel veel dingen gehad. Ja. Maar... Dat vond ik wel heel erg bijzonder, dat je ja, door de tekeningen eigenlijk... Want je hebt 70 tekeningen inmiddels gemaakt? Veel meer. Veel meer? Hoeveel zijn het er? 270. 270, ja, dat is wel even een behoorlijk verschil. Ik blijf gewoon tekenen, want het doet mij zoveel goed dat ik dus dit terug kan doen voor die kinderen. Want dat is de essentie ervan, hè? Het zijn kinderen die in een boek staan met 100.000 namen erin. Ja. Eigenlijk zijn ze betrekkelijk anoniem. Ja. En jij licht een foto eruit en die teken je na om eigenlijk het te laten zien aan het kind van wij denken aan jou, je mag er zijn. Exact, exact. Ik probeer dus echt ook met dat kind te praten. Gewoon, ja, op een tekenmanier. Hè? Ja. Ze kijkt me aan en ik lees de naam dus we praten tegen elkaar. Nee, kom op, laat je eens goed zien. En op een gegeven moment, dan is ze er. En dan is dat zo leuk. Pas als ik daar... Want op de achterkant van de tekening zet ik dan wanneer ze geboren en overleden zijn. Dan krijg ik het dus... Ja, dan denk ik, god, zo jong. Hè? Maar daarvoor helemaal niet. Nee, het zijn natuurlijk ook foto's, zeg maar, die gemaakt zijn in... Ja, betrekkelijk gelukkige periodes. Ja, daarom. Bijvoorbeeld een schoolfoto, poseren bij de fotograaf. Het zijn geen kinderen die al hebben meegemaakt wat ze uiteindelijk mee hebben moeten maken. Ja, maar wat ik zo belangrijk vind is dat ze dus... Dat,
wij volwassenen, en dat ben ik dus nu ook, ik ben net zo verantwoordelijk voor die kinderen als wie dan ook, dat wij oorlog altijd moeten vermijden. Dat is wat ik wil zeggen met die kinderen. Ja. Dat lichtjes in de ogen van de kinderen, en alle kinderen hebben lichtjes in hun ogen, niet alleen Joodse kinderen, alle kinderen. En wij als volwassenen zijn verantwoordelijk om die lichtjes te laten blijven. En eigenlijk wil ik zelf, en ik zie dat bij jou ook, lichtdragers. Dat je ogen verlicht zijn, dat je dus blij bent met het leven. Ja, sprankeling. Ja, dat je wil leven. En ja, natuurlijk. Je hebt voorbeelden van tekeningen. Je hebt onder andere volgens mij een tekening van je broer Dolf meegenomen. Ja. Dat klopt. Ja, Arie, jij bent altijd vrij spraakzaam. Je ik ben doodstil, man. Sprakeloos te kijken. Ja, nou, dat klopt. Dat mag toch... Dit is gewoon indrukwekkend. Ja, vind ik wel. Ja. Oh. Ja, hoe ze het ook vertelt. Maar daar moet je kunstenares voor zijn, hoor. Dat ze dan, al tekenende gaat ze praten met de broer. Dat, die ze nooit gezien heeft. Ja, nou, dat vind ik een tekening van Dolf, de foto van Dolf. Dat is Dolf. Misschien dat hij op beeld kan. Die kreeg ik dus toegestuurd. Ja. En toen ben ik hem gaan tekenen. En dat werd hem. Maar hij is zo... Ik vind het zelf dus warmer en levendiger. Mild. Ja. Mild, ja. Open, mild. Ja. Dat is met tekenen, dat is levendiger dan dus een foto. Een foto is een plaat. En dat effect heeft elke tekening, elke foto op jou? Ja, echt. Elke foto. Want als ik dat niet heb, dan kan ik het niet tekenen. Nee. Dan lukt het niet. Nee. Want dan zit ik Is dat wel eens gebeurd dan? Ja. Oké. En dan heb ik hem dan zet ik hem neer. En dan loop ik langs en dan kijk ik en denk ik... Dat is fout. Dan zie ik het gewoon niet meer. En dan ga ik terug en dan ga ik weer beginnen. En zodra het lukt, heb ik contact namelijk. Ja. Als het niet lukt, heb ik geen contact. Je hebt ook een tekening van Etty Hillesum gemaakt. Ja. En jij vertelde mij een tekst, die vond ik heel indrukwekkend. Ja. Want je zou eigenlijk zeggen, ja, als dit soort dingen jou gebeuren... dan kun je alleen nog maar haten. En zij doet eigenlijk het tegenovergestelde. En zij leefde in de tijd dat ze dus... Ja, ze is overleden, ze is vergast, ze is omgekomen. En zij schreef dus... En nou moet ik het dus opzoeken, dat zal nooit lukken. Had je nou maar 70 foto's gehad? Ja. Was de kans wat groter geweest? Even kijken, of had ik hem helemaal achterin? Ja, wat heb je nu... Want dit is een album met alle foto's, maar ook kunst van jou. Ah, ja, daar is die. Daar is die. Ongedifferentieerde haat is het ergste wat er is. Het is een ziekte van de eigen ziel. Zou ik in deze tijd zo ver komen dat ik werkelijk ging haten, dan zou ik geblesseerd zijn in mijn ziel. En dan denk ik, dat is dus een vrouw die in die tijd leefde, die dus alles heeft meegemaakt en weigerde om te haten. Ik vind dat zo geweldig. Ik bedoel, voor mij is het een koud kunstje, want ik doe aardig en iedereen vindt me aardig. Maar als je dus in die tijd dat presteert, ja, ze is een groot voorbeeld voor me. Ja, en ik denk voor ons allemaal, het is indrukwekkend. En ja, ook ze zijn allemaal ongelooflijk intrigerend en mooi. Maar dit is ook wel weer een hele bijzondere tekening. Ja. Misschien dat je hem nog even op beeld kan brengen. Ja. Nee, laat maar in. Kijk, komt hier wel. En al deze tekeningen, Els, die zijn... Ja. Mooi, hè? Ja. Arie, wat ben je hulpvader vanavond al. Ja, dat vind ik wel mooi. Hebben we afgesproken van tevoren. Ja, heel goed. Je hebt ook een hele lieve tafelpartner natuurlijk. Ja, dat scheelt natuurlijk. Al deze tekeningen zijn te zien. 4 en 5 mei in De Zaag. In De Zaag. En maar ook nog op andere locaties, hè, begrijp ik. Ik heb vanmiddag juist in de bibliotheek... Bibliotheek in Krimpen aan de IJssel. Ja. En bibliotheek in Capelle aan de IJssel heb ik. En ik heb dus een soort gebedsrol gemaakt. Heb ik niet gemaakt, heb ik laten maken. Ja, loodzwaar dat ding. Loodzwaar, ja. Ja, je hebt ze gezien. Ja. Een soort tafel. En daar kan je dus pennen inzetten met bladen van hardboard. En daar zet ik dan tekeningen tegen. Dus dan is het heel rondom, kan je dus
een soort boek zonder voor- en achterkant. Het loopt gewoon door. Ja. En dan kan iedereen dus tekeningen kijken. Ja, en dat is dus ook in de bibliotheek van Krimp aan IJssel. In Capelle volgens mij ook. Ook. En in het gemeentehuis van Krimp aan IJssel. Maar dat moet ik nog gaan brengen. Dat ga ik morgen Welke datums? Nou, dat ga ik morgen doen en die blijven dus tot maandag. Ja, morgen is donderdag 2 mei. En tot maandag, dus tot en met 5 mei. Niet op drie plekken tegelijk zijn. Ja, maar dat bedoel ik. Nee, ik heb 4 van die gebedsrollen gemaakt. Oh, oké. Ik heb 270, 80 tekeningen, dus ik kan overal hangen. Okay. Noem maar op, zeg maar waar je wil, ik kom. Nou ben je nog hartstikke jong. Cultuurhuis in de Krimp aan de Lek. Je bent hartstikke jong. Maar dit houdt nooit meer op, denk ik. Hier ga je mee door. Absoluut. Want ik merk nog geen vleugje van gebrek aan inspiratie. Nee. Ja, maar die kinderen zijn de inspiratie. Ik bedoel, ik hoef helemaal niks. Nee. Ik zie die kinderen en... Ja, maar als kunstenaar is, maak je dan alleen nog maar die tekeningen? Of nog maar tussen aanhalingstekens? Hoor. Ja. Nee, goed bedoeld. Maar dat is inderdaad... Ik maak steen, uit steen hak ik. En ik maak bronzen beelden. Okay. Ik maak wandkleden. En dat staat trouwens in Krimp aan de Lek. In het cultuurhuis. Nou, dat zei ik net. Nou, Arie, in dat barbaarse Krimp aan de Lek staat ook dat nog Dat zei ik net. Ik was zo voor. Ja. Maar elk kunstwerk wat je maakt, heeft een bedoeling. Ja. Je maakt nooit zomaar iets. Nee, nooit. Ik maak dingen over mijn gevoelens, wat ik meemaak. Ik heb dus een keer, zal ik het nog vertellen, dat ik een beeld maakte en ik was op een trip geweest met mijn man, die moest ergens naartoe. Nou, ik was mee. Dat vind ik verschrikkelijk, tussen haakjes. Maar ik ging dus mee en ik voelde me zo eenzaam, zo verlaten, zo... Want hij zat in vergaderingen. Kijk, zo kan ik het ook, dus... Nou, toen dacht ik, daar ga ik dus een beeld van maken. Hè? Ik ga een eenzaam beeld. Toen had ik dus een figuur gemaakt die helemaal gedraaid stond. En toen keek ik ernaar en toen dacht ik, eenzaam is niet waar. Ik ben zo op slot dat ik niemand toelaat. En dat was voor mij een openbaring. Want ik dacht echt dat ik eenzaam was. Maar dat was echt niet waar. Dat had je nodig, zeg maar. Had ik nodig. En als ik... Om Els te worden? Ja. Ja, zo simpel is het. Staat dat beeld in het cultuurhuis? Nee, bij de Zaag. Bij de Zaag. En jij bent... Dan moet ik naar de Zaag. Ja, jij bent komend weekend wil ook ik zelf wel in... eens zien. Jij bent ook zelf in de Zaag, hè, komend weekend. Ja, ik zit daar van 11 tot 5. Ja. 2 dagen. Nou, alle reden om te komen kijken. Ja, heel graag. Ja, wij zijn heel erg blij dat we jou in de uitzending mochten verwelkomen. Ik vind het toch een... apart onderwerp. Ja. Nou, een heel bijzonder moment. Ja. Ja. En daarom hebben we er ook veel tijd voor ingeruimd relatief. De meeste jagen weer de 7 minuten alweer weg. Maar, hartelijk dank daarvoor. Maar goed, dat wil ik je toch even gezegd hebben. Heel erg goed. Ja, ik hoop dat je nog heel lang mee door mag gaan. Dat hoop ik ook, want dan word ik gewoon oud, hè. Ik ben al oud natuurlijk, maar dat vind ik niet. Ik voel het niet zo. Zoals Trix van der Kluijten, burgemeester, wel eens zegt... Ik heb een oud lijf, maar een jong motortje. Juist. Dus dat geldt voor jou waarschijnlijk ook. Absoluut. We wensen je alle goeds. Hartelijk en, dank. Ja, ongelooflijk fijn dat je hier wilde zijn. En ik kom naar dat beeld eenzaam kijken. Want ik ben wel nieuwsgierig hoe je een beeld eenzaam maakt. Hoe dat eruit ziet. Nou, kom, ik zal het je persoonlijk aanwijzen. Oké. Okay. Okay. Mooi. Oké, dank je wel. Els Modenaar-Gezan, heel erg bedankt dat je er was. Dank. Zo, Julia. Ja. Ja. Dat is wat. Dat was ik mooi. Ik vind het knap. Ja, ik vind het heel mooi. Gewoon heel erg, dit is nou echt mooi. Ja, maar het is een heavy onderwerp. Ja. Ja, heavy, maar ook heel toegankelijk. Daar ben je gewoon stil bij. Ja. Dan moet je naar luisteren. Ja. Ik heb sowieso bewondering voor mensen een prachtig verhaal. Die kunnen tekenen. Ik kan het zelf niet tekenen. Nee. Maar als je dat kan en dan inderdaad zo van een foto... en dan inderdaad de tekening levendiger weet te maken dan de foto. Ja, ja en dan ook allemaal voor zo'n thema. Hè? Dat maakt het natuurlijk ook nog heel speciaal. Ja, absoluut. Ja. Ja, goed. Nou ja, we gaan natuurlijk altijd weer verder met onze show. Ja. Zelfs naar dit soort hele bijzondere interviews. Ja. En eigenlijk zit er weer een bijzondere vrouw bij ons, Arie. Ja, maar even wachten, want ik ga eerst nog even een korte uitagenda doen, hè? Ja, maar ik had het ook over jou. Ja. Oh, je had het over mij. Ah. Nee, jij bent ook bijzonder, heel ja. Zeker weten. Nee, ik zou even een kort intermezzo. Want de exposities van Els Molenaar-Gazan... die stonden bij mij ook
hoog op het lijstje. 3 mei opent haar expositie in het Cultuurhuis. En 4 en 5 mei is ze met haar expositie in de Zaag. Dus daar zijn we allemaal natuurlijk van harte bij uitgenodigd. Gaat u op 4 mei graag naar buiten? Dan zou u eens bij melk, vee en kaasboerderij Schep aan de Zuidbroek in Bergambacht moeten gaan kijken. Want daar gaan, 's ochtends om 10:30, gaan de koeien voor het eerst weer naar buiten. En de familie Schep heeft hele bijzondere koeien. Die kunnen dansen. 3 meter, ja, die kunnen dansen. Dat is echt zo mooi. Geweldig. Nooit gezien? Nee, dat is echt. Lijkt me heel leuk. Om 10:30 ochtends gaan. Tapdansen? Nou, dat weet ik niet. Okay. Dat gaan we bekijken. Dat is van die lakhoefjes. Ja. Dus dat is ook nog aanstaande zaterdag. Om 10:30. Ze hebben de hele dag heeft de familie Schep open huis. Ze zitten aan de Zuidbroek 153 in Bergambacht. Dus daar bent u natuurlijk van harte welkom. Wat ik ook nog tegenkwam, is ook wel erg leuk. Dat is volgende week zaterdag, 11 mei. Dan heeft het Zuid-Hollands Landschap een workshop georganiseerd in Eendekooi de Bakkerswaal. En dat is de workshop Wilde Groenten. Paardenbloemen, brandnetels, speenkruid. Het is allemaal eetbaar. Ja, het is echt waar. Ik heb het opgezocht. Heb je het ook wel eens gegeten, of niet? Nee, dat moet ik dus eigenlijk gaan doen, 11 mei. Ja. Nee, er is een speciale natuurvoedingsdeskundige van de Groenling aanwezig om uitleg te geven over de eetbaarheid van wilde planten en het herkennen ervan. En na de uitleg en het verzamelen van de planten gaat de groep met elkaar ook nog aan het koken. Dus er wordt een volwaardig diner bereid. De workshop kost €75, maar dat is inclusief begeleiding, drankjes en diner. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. En ja, daartussendoor hebben we nog een hemelvaartdag. We hebben een kermis, we hebben een moederdagbraderie en een korenfestival. Dus kortom, er is de komende week weer voldoende te beleven hier in de Krimpende Waard. En dan gaan we nu inderdaad over naar een andere bijzondere gast. Ik dacht de prijsuitreiking. De prijsuitreiking. Zo klonk het echt. Echt waar? Ja, oh, dat doen we ook leuk. Een keer. Ja, dat gaan we een keer doen. We krijgen een keer de prijs voor de meest memorabele tafelgast. Dat lijkt me wel wat. Ja. Ja, en wat is die prijs dan? Ja, dat weet ik nog niet. Daar gaan we nog over nadenken. Ja. Ja. Goed, ja, we gaan verder. Ja. Ja, het gaat maar door. Hè. We hebben weer een dame aan tafel, Arie. En, ja, we hebben even kennis gemaakt. Ja. En dat is Ellie van der Klauw. Ze mag wel een applausje. Ellie van der Klauw, helemaal uit Haastrecht hier naartoe gekomen. We zouden het er niet te lang over hebben, want het is vandaag 1 mei. Dan wordt dit programma natuurlijk op latere dagen ook nog uitgezonden. Maar nu is het 1 mei, dag van de arbeid. Je hebt iets roods aan. Ja, ik heb ook iets met 1 mei. Ja. Want misschien kennen veel mensen mij, omdat ik ook wel veel voor de Partij van de Arbeid in de Krimpende Waard doe. Daar ben ik nu voorzitter van. En anders was ik inderdaad naar de 1 mei bijeenkomst in Gouda gegaan. Ja. Maar ik vind het ook heel erg leuk om hier te zitten. Juist. Nou, en we zijn heel erg blij dat je hier bent. Absoluut. Jij hebt een lange politieke carrière al achter de rug. In Haastrecht onder andere. Vlist, hè, moeten we tegenwoordig zeggen. Mm-hmm. En je bent ook wethouder daar geweest tot 2010 uit mijn hoofd. Ja, en toen kwamen de verkiezingen. Nou, ja. En soms mag je blijven zitten en soms niet. Nee, en jij mocht niet blijven zitten? Nee, de kiezer heeft altijd gelijk. Juist. Maar nu kom je vanavond in een hele andere hoedanigheid. En het gaat over, en dat zal Arie stond gelijk op scherp, over een krimpcafé. Hoe heet jij van krimpen? Is dat een café? Jij kent Arie, het krimpcafé? Nee, het zegt me helemaal niets. Nee. Kan je uitleggen wat het is? Ja. Waar is het? Het is om te beginnen, is het op 16 mei hier in Lekkerkerk in Amicitia. Dus je bent van harte welkom, want het is ook voor iedereen eigenlijk. En het is nieuw. Het is hier nog nooit geweest. Het is ook vrij nieuw in Zuid-Holland, krimpcafés. Het is nu het derde wat ik organiseer in Zuid-Holland. En in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe worden dat al langer georganiseerd, krimpcafés. En waar staat krimp dan voor? Ja, dat willen wij weten. Ja, precies. Inderdaad. Dat heeft te maken met bevolkingskrimp. Het gaat eigenlijk over veranderingen in de bevolking, demografische transitie. Maar ja, dat is zo'n lang woord voor een café, hè? Dus hebben we dat afgekort tot krimp. Okay. Nou, dat mensen die daar niet mee bezig zijn denken, word je daar kleiner in zo'n café? Als ik ergens anders ben en ik zeg, ik hou me met krimp bezig en ik kom uit de Krimpende Waard. Nou, ook altijd leuk. Maar het is wel een serieus onderwerp, want het is iets waar wij ook hier in de Krimpende Waard mee te maken gaan krijgen. Juist, en dat doe je dan in het café vorm. Hoe moeten we dat voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Reizen circus?
Ja, een soort reizend circus. Ik probeer dat nu in 6 gebieden in Zuid-Holland te doen. Steeds op een donderdag aan het eind van de middag. Dus loop even binnen. Dan krijg je een lezing te horen, een presentatie van iemand die daar veel van weet. Of die daar ervaringen mee heeft. Kun je alles vragen wat je wil. Kun je ook zeggen als je het er niet mee eens bent. En ik heb nu in 16 mei heb ik een professor, Leo van Wissen. Nou, dat is echt een autoriteit op dat gebied. Hij is hoofd van het Demografisch Instituut in Den Haag, directeur daar en professor in Groningen. Dus hij heeft heel veel onderzoek gedaan. Dus die kan je alles daarover vragen. En ik heb het genoemd Groene Hart. Want Groene Hart, veel mensen zeggen, ja, speelt dat hier nou wel dat de bevolking op den duur kleiner wordt? En ik denk dat dat ook hier gaat spelen. Wanneer weten we niet precies? Want het zijn prognoses en trends. Nou, die komen nooit uit, maar wel een beetje. Ja, maar er is hier toch veel import in de diverse gemeentes. Er wordt volop gebouwd. Bergambacht, hier in Lekkerkerk, Krimpende Lek wordt volgezet. Ik zie alleen maar huizenbouw. Ja, maar zie je het aantal inwoners ook toenemen? Nou, dat heb ik niet paraat, moet ik eerlijk zeggen. We hebben nog beetjes af. Ja. Kijk, je neemt het af. Precies, in de Krimpende Waard ben je daar nog niet zo mee bezig. En in Noord-Groningen. En in Zuid-Limburg en in Zuid-Zeeland waren ze er ook niet mee bezig. Tot opeens scholen dicht stonden, huizen dicht stonden. En daar waren ze veel te laat. Nou, hier zijn we aan de vroege kant. Want het duurt nog tot 2030, 2025 misschien tot de bevolking afneemt. Echt afneemt. Aantal huishoudens, dat duurt nog wat langer. Maar het is nu al zo, want ik sprak laatst een wethouder ook in dit gebied. En normaal bouw je 50 huizen en dan denk je, hey, dan heb ik 225 inwoners bij. 2,5 mensen woont in een huishouden. Maar dat is nu niet meer zo. Want er zijn steeds meer 1- en 2-persoonshuishoudens. 3 miljoen alleenstaande in Juist. Nederland. Ja, dus je moet wel blijven bouwen, maar er komen niet zomaar meer mensen. En als je kijkt naar de basisscholen. Want Stichting Onderwijs Primair bijvoorbeeld had laatst zo'n begroting. Dus het gaat over alle openbare basisscholen. En die verwachten toch 10-15% minder kinderen in de komende jaren. En dat begint dan in groep 4. Maar ja, langzamerhand zet dat door. En als je daar niet op tijd over nadenkt of dat in de gaten houdt. Ja, dan heb je opeens een kleine school. En die moet je dan misschien sluiten. Terwijl dat is nu al actueel, hè? In sommige dorpen. Polsbroekerdam bijvoorbeeld moet de basisschool dicht. Ja. Die is onder de norm gezakt. Ja. Verlaagt die norm dan? Dat kan. Tot je de groep Joep hebt. Hè? Ja. Dan zit er bijvoorbeeld alleen nog. Ja, dan zit alleen nog Joep in groep 2. Nee, maar dat zie je ook soms in die kleinere dorpen. In Limburg en in het noorden van het land. Ja, ik vind, dan moeten die kinderen ineens 10 kilometer. Ja, die zijn dan 6, 7, 8 jaar. En die moeten 10 kilometer verder naar school. Dat is geen oplossing. Nee. We gaan nog even terug naar de Krimpende Waard. Want dit Krimpcafé gaat over de Krimpende Waard voor een belangrijk deel. Wat is hier de problematiek op dit moment? Nou, kijk, is die er? Het aantal schoolkinderen, dat begint een beetje af te nemen. Dat merk je gewoon. Nou, hoe zet dat door? Het aantal ouderen, nou, net als in heel Nederland, vergrijst ook de Krimpende Waard. En dubbelvergrijzing noemen ze dat dan. Zijn we daarop toegerust? Nou, daar wordt wel vrij veel over nagedacht. Hè? Meer seniorenwoningen en ook woningen dicht bij zorg. Maar willen wij veel seniorenwoningen? Want voor de vitaliteit is het misschien beter als jonge gezinnen kunnen wonen. Ja, maar wat het gekke nou is, is dat alle landelijke gebieden zeggen van, jonge gezinnen, kom maar bij mij. Maar omdat al die gebieden dat allemaal in diezelfde vijver zitten te vissen, krijg je natuurlijk nooit meer jonge gezinnen eigenlijk erbij. Wat je wel kan, is de gezinnen die er nu zijn zoveel mogelijk houden. En werkgelegenheid. Nou, werken helpt ook. Maar ook de beroepsbevolking wordt klein. Vorige week was Krimpcafé in de Hoekse Waard. Ja, als het aantal kinderen afneemt, nemen op een gegeven moment, en dat is ook een hele trend in Nederland, de beroepsbevolking af. Nou, nu met de werkloosheid is dat niet zo erg. Maar als dat straks misschien weer eens aantrekt, ja, dan moet je op inrichten. Het is ook allemaal niet zo erg. Want vroeger liep ook al het landelijk gebied leeg naar de stad. Toen kwamen er heel veel mensen weer in het Groene Hart wonen, want vonden het leuk. Nou, en nu zit het een beetje zo van, er zijn er nog die hier wel weer naartoe willen, die hier bijvoorbeeld uit de buurt gekomen zijn. Maar er zijn er ook steeds meer die in de stad blijven hangen. Ja. En dat zie je gewoon hoogopgeleide ook. Ja. Nou heb je gegevens zeg maar uit Groningen, die heb je paraat. Ja. Daar is het probleem eigenlijk te laat de koe bij de horens gevat, om het maar zo te zeggen. Precies, en dan moet je hele draconische maatregelen nemen. Hoe dramatisch is dat daar dan?
Nou, ze wilde... Is dat een desolate woestijn van ondergrond met af en toe nog een boer? Nee, kijk, ze wilden daar toen een heel dorp sluiten, Ganzendijk, maar dat wilden de mensen niet. En dat moet je dus ook zo niet doen, want nee. Je moet wel kijken wat de mensen willen. En die mensen zijn namelijk ook je kracht. Als die mensen zeggen, we houden een zwembad overeind, of een sporthal, of een voetbalvereniging, ja, dan kan je zoiets overeind houden. Maar waar je wel voor moet zorgen, is dat kwetsbare mensen niet achterblijven in een leeg flatgebouw, ja, zonder voorzieningen. Juist. Dus in Drenthe hebben ze ook, daar hadden we een wethouder in het eerste café in Goeree, over Flakke. Zorg voor elkaar, hè, wilde VVD, hè? Nou ja, de nieuwe koning zei ook, hè? Ja. Samenwerken, voor elkaar zorgen. Dat... Ja. En dat is, kijk, je echt die bevolkingskrimp, die kun je niet bestrijden, want dat bedreigt ook in de krimpende waard. Mensen verhuizen tussen de kernen hier. Dus als je ergens bouwt, trek je die andere kernen misschien leeg. Maar ze komen niet uit Rotterdam meer echt hier wonen. Maar wat je wel kan doen is de kracht die je hebt versterken. En zorgen dat mensen hier zoveel mogelijk blijven. Ja. En dat leuk vinden. Stel dat wij naar jouw krimpcafé komen. 16 ja. mei, Amicitia, 3:30 volgens mij. Ja, is het open. Om 4:00 begint Van Wissen met zijn presentatie. Duidelijk. Ja. Stel dat wij er naartoe gaan. Wat heb ik daaraan? Nou, dan hoor je daar wat achtergronden over. En dan kun je kritische vragen stellen van, is dat met het Groene Hart eigenlijk wel zo? En hoe is het met de immigranten? Want precies. 1 januari 2014, dan staat het ons weer wat te wachten natuurlijk. Dan komen de Bulgaren en de Roemenen met honderdduizenden. Ja. Dus die moeten ook ergens ook wonen. En ik hoop dat ze gaan werken, hè, voor normale salarissen. Mm-hmm. Dat moet toch ook een plek hebben? Ja, nou dat is een onzekere factor, die migratie. Hè? Die hield wat op natuurlijk toen we een tijdje migratie stop hadden. Ja, als je de grenzen weer openzet, dan zullen er best wel komen. Maar komen die allemaal in de Krimpende Waard wonen? Ik hoop het niet. Het zou wat zijn. Ja. Het kan. Dan heb je geen K5 meer nodig. Dan heb je gewoon een lekker kerk heeft op zichzelf 100.000 euro. Ja, precies. Nou, ja, ze zitten allemaal op een klutje. Ja, kijk, wat je dus ziet in die echte krimpgebieden, daar worden de huizen zo goedkoop. Daar komen enerzijds creatieve mensen die zeggen, nou, daar heb ik een heel groot pand. Als ik internet heb, kan ik overal werken en dan ga ik daar lekker wonen, lekker goedkoop. Komen ook mensen natuurlijk met een bijstandsuitkering die denken van, hey, daar hou ik toch wat meer over dan dat ik daar in Amsterdam 6 hoog zit. Ja. Dus op een gegeven moment herstelt het evenwicht zich ook wel allemaal. Dus je moet er niet, ik zeg wel, schiet nou niet van die krimp in de kramp. Maar hou je er wel mee bezig. Kijk wat er gaat gebeuren. Jij hebt heel veel lol in, hè, volgens mij. Ja. Ik vind het heel leuk. Ja, ik vind dat een heel leuk onderwerp ook. Het want als wethouder, toch? Ja, ik heb het zelf niet helemaal bedacht. Maar wel hier naar Zuid-Holland gebracht. Want ik was een paar keer in het noorden geweest. En daar kom je allerlei mensen tegen. En mijn eerste reactie was ook als wethouder van, nou komt die provincie weer met dit verhaal. Eerst mochten we niet bouwen vanwege het Groene Hart. Nou komen ze weer met die bevolkingsdaling. Maar ja, toen ben ik toch een masterclass daar gaan volgen in Groningen. En ik heb gezien dat ieder gebied eerst zegt van, bij ons is dat niet zo hoor. Nee, bij ons is dat anders. Maar als je in de Achterhoek en in Drenthe en in Limburg en Midden-Limburg begint het nu en Noord-Limburg. Maar overal zie je. Maar de toch, trek is toch naar het westen? Ja, dat wel. Dat is één. Nou, Krimpenlek ligt in het westen. Juist. Dat kan een voordeel zijn. En als je dat nou me vraagt aan professor Van Wissen, ben ik benieuwd wat hij gaat antwoorden. Ik heb wel een idee, maar hij is de echte deskundige. Ik denk dat je spijt voor krijgt om Arie uit te nodigen. Want bij dilettant doen ze altijd een ledenvergadering als hij op vakantie is. Maar goed, het is een zuipad. Ik zal de professor vast voorbereiden. Okay. Maar stel je vragen. Ja, ik ga wel naast hem zitten. Dan wordt hij wel rustiger. Dat komt gewoon allemaal goed, Arie. Oké. Okay. Hey, Ellie, heel fijn dat je hier wilde zijn trouwens. En kom nog eens terug als er weer nieuwe berichten zijn. Oké, heel graag. Je bent altijd welkom. En jij wordt bij deze benoemd tot onze correspondent voor Vlist en Omgeving. Zou daar bijzondere dingen zijn, meld het aan Jan en Alleman. Nou, dat is een hele eer, hoor. Nou, dank je. Dat weet jij. Ja, dat is waar. Dank je wel. En in ieder geval heel hartelijk bedankt voor je komst en wel thuis. Oké, dank je wel. 16 mei, Krimpcafé, Amicitia. Ja. 3:30. Staat genoteerd. Mooi. Ja. Ja, jij wil nog even wat... Je bent ook zo in gesprek met onze gasten, Arie. Daar moet je even de keel bij blijven smeren natuurlijk. Hè? Nou, hè. Ja, Arie, heb je wat met wielrennen trouwens? Deze man, die zie ik... Welke man? In de Kuip. Nou, introduceer hem maar even. Nee, dat mag jij doen. Nou, dan ga je het dan even netjes doen. Direct naast Arie zit Bram Hofman. Feyenoord supporter, wielerliefhebber. En vader van een paar zonen. Trotse vader van een paar zonen.
die een geweldige wit- en bruingoedwinkel van de metamorfose hebben voorzien. Hier op het dorp, aan de Kerkweg. Ik ga geen namen noemen, anders krijgen we boetes. Het is een hele mooie winkel. En Rob Buurman, die zit naast Bram. Ja, Rob, ik ken jou al jaren. En vooral ook als wielerliefhebber. En specialist in het G-voetbal. Want daar sta je ook regelmatig bij jouw zoon Marco langs de lijn. Ja. Ja, dan hebben we ze toch wel afdoende geïntroduceerd. Dan mogen jullie klappen. We gaan het hebben over het Valhalla voor de amateurrenner. En dat is de wielerronde van Lekkerkerk. Vorig jaar de 50e editie, Bram. Ja. Ja. Nu nummer 51. Wordt dat mosterd naar de maaltijd of wordt het weer een spektakel puur zang? Nou, gezien de inschrijvingen die toch langzaam op gang kwamen, maar de laatste dagen loopt het heel erg goed. En de inschrijvingen die we nu hebben, dat zijn de echt betere amateurs. Die klasbakken. Ja. Ja. Mooi. Ja. Het programma is in drieën te knippen. Ja. Begin om 11:45 met de amateurs. Ja. 14:00 de dames. Kwart voor vier de elites. Kwart voor vier over 100 kilometer de elites. En de dames fietsen volgens mij 65. 65 kilometer. En de amateurs 60. Ja. Wat komt er allemaal voor kijken op om zoiets op touw te zetten, man? Wat een spektakel. Duizenden mensen langs de hekken. Ja, dat is zo. Dus allereerst is het altijd heel belangrijk dus, om medewerkers te krijgen en zo. Nou, daar hebben we helemaal geen gebrek aan. Want we vinden heel veel steun ook van mensen hier uit het dorp. Ze melden zichzelf spontaan aan, hoorde ik van Bram vanochtend nog. We staan er om 7:00 weer. Er zijn zelfs mensen met een eigen bocht, hè? Tom Peters. Ja. Tom Peters heeft een eigen bocht. Ja, die heeft een eigen bocht. Ja. Die heeft hij verdiend met vegen, hè? Ja. Of ze slecht wacht. Ja, geweldig. Dus dat deed hij ook uit zichzelf. Hey Jan, domme vragen bestaan niet, hè? Nee. Ze beginnen met amateurs en later elite renners. Wat is het verschil? Nou, amateurs die zijn echt een beetje liefhebbers. En de elites die rijden dus veel beter en veel harder. Betaalde amateurs of niet? Die zijn geen betaalde amateurs, die betalen dus niet. Oké. Okay. Nee, maar het zijn wel de betere amateurs die elite renner zijn. En die zijn wel gesponsord door flinke ploegen vaak. Ja, je moet de amateurs een beetje zien als een neef van jou, bij wijze van spreken, die lekker flink traint en dan koersjes rijdt. Heel vaak zijn het ook oude elites. Ja, dat is waar. Die daar niet meer mee kunnen. Die dan toch nog willen koersen. En dan gaan ze naar de amateurs. Ja, dan moet je bijvoorbeeld denken aan jongens als Henk Seelen. Dat soort mannen. Ja, Mathieu Hendricks. En die elite renners. Dat zijn ploegen, zeg je. Dat zijn vaak. Er zijn ploegen, schrijven zich in. Dat gaat niet op individuele basis. Nee, individueel. Want ze mogen niet als ploeg rijden. Oké. Ja. Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Ja, dat niet gebeurt. Okay. Maar de jury probeert het wel te ondervangen dat het gebeurt. Ja. Ja. Het is ook wel zo'n harde koers, Lekkerkerk, dat het ook bijna niet kan, volgens mij. Het is echt allemaal voor jezelf. Ja, dat is wel. Kijk, we hebben nu wel natuurlijk de waterrenner die een flinke ploeg heeft. Dus die heeft het met 15, 16 man toch wel. Die willen winnen. Ja. Wat mij opvalt is dat er de laatste jaren heel veel criteria zijn verdwenen. Ja. He, wielerwedstrijden in de dorpen, in de steden. Ja. Ja. En dat Lekkerkerk springlevend is. Ja. Met een publieke belangstelling die je, ik denk nergens in Nederland ziet. Bij een amateurkoers. Nee. Hoe is dat in vredesnaam verklaarbaar dat jullie zo populair zijn? Ja, dat is natuurlijk ook door die 50 jaar dat die ronde er is. Er zijn rondes die bestaan al 70 jaar en die trekken geen publiek. Er is natuurlijk ook vaak een financiële kwestie, denk ik ook wel eens een keer. Hè, dat andere koersen het geld niet bij elkaar krijgen om te organiseren. En gelukkig hebben we daar hier in het dorp niet veel problemen mee. Geen last van de recessie? Nee, we merken daar niet zoveel van. Dus iedereen wil toch wel altijd wel meewerken om tot stand te brengen. Ja. Maar het is natuurlijk ook een happening voor het dorp. Hè. De mensen van buiten, zelfs die hier ooit gewoond hebben, komen allemaal terug die dag. Ja, het is meer dan wielrennen. Ja, het is meer dan een soort reunie. U geeft aan de kosten, maar kost het zoveel dan? Want de renners krijgen niets. Nou, de renners krijgen wel natuurlijk prijzengeld. Ze rijden niet helemaal voor niets. Er is een prijsschema waar je dus minimaal of maximaal aan moet voldoen. Nou zijn wij betalen maximaal. Wat we mogen, dat keren we ook uit. Maar je betaalt geen startgeld? We betalen geen startgeld. Nee. Dus allemaal zwart? Allemaal zwart. Nee, je betaalt geen... Okay. Die is niet zo cynisch. Kijk, ik wil... ik kan jou vertellen, de wielrennerij is brandschoon. Hier wel. Bij de amateurs wel. Hier wel. Hier wel. Op dit niveau wel.
Ja, heel belangrijk vinden mensen altijd, wie komen er in koers? We hadden bij de dames begrepen dat Marianne Vos en Iris Slappendel door jou benaderd zijn. Ja, ja. En helaas, die komen niet, helaas. Nee, helaas, oh, dat, is niet, dat is jammer. Ja, dat is heel jammer. We waren heel dichtbij. Maar ze hebben nu een trainingskamp van de Nederlandse ploeg in Italië. En eerst probeerden we ze nog om ze over te laten vliegen. En dan, als ze hier konden rijden, maar dan missen ze 3 dagen daar training. En dat vonden ze toch wel belangrijk om daar te blijven. Ja, dat is natuurlijk wel een cruciale fase, ja, in de voorbereiding op de rondes. Ja, wij hebben natuurlijk... Maakt dat voor Marianne Vos uit, die 3 dagen training? Nee, die wint alles. Die is zo goed. Ja, die wint alles. Ze is nooit gewonnen. Ze is hier 1 keer 2e geworden. Ja. Nee, maar dat frustreert er nog steeds. Ze komt echt een keer terug om hier te winnen, dat weet ik zeker. Maar ze gaan dus natuurlijk toch als ploeg. Dus het is ook een beetje voor de ploeg bij elkaar te... Roxanne Kneteman komt wel. Die komt wel. Ja. Komen er nog meer van dat soort nationale kanjes? Ja, even kijken. Ik heb vanavond nog uitgedraaid, dus Vef van de Pers. Ja, dat is mooi. Houden we van. Lucien de Brand. Ja. Dat is ook een, die is, wat ik begreep, zondag nog 3e geworden in Luxemburg, de 2-daagse. Wat hebben we nog meer? Kneteman. Kirsten Petoom, die heb vandaag nog ingeschreven. En de gezusters Woering uit Rozenburg. Dat zijn jonge dames in ieder geval. Geduchtige zusters. En we verwachten dus nog wel een aantal erbij. Ja. Tenietje, en hoeveel zit je op dit moment? Op de 45. Nou, dat is wel acceptabel. Dames, ja. Dus dat mag nog wel groeien naar zo rond de 60, 65. Ja, dat gaat wel. En dames... We hebben wel gemerkt dat dames altijd heel laat inschrijven. Ja. Elite belofte dan. Dit is een koers die is voor elke toprenner interessant. Ja. Wat heb je zeg maar aan corriveeën aan de start staan op Hemelvaartsdag? Nou, er zijn er heel wat. Nou, noem ze maar op. Harm Bronkhorst. Dat is een klasbak. Ja. Gerard Joling uit... niet de zanger, maar de fietser uit... Gerard Hart, Joling is er, een haartje erin. Ja. Niels, ik zou Gerard Joling wel eens willen zien fietsen. Ja, ja. Nou, die gaf tevoren al van mij. Ja. Niels van Kooi. Ja, dat is een talent. Lokale favoriet. Ja. Erik-Jan Koeman, nou Lekker Kerken, die ook 2 jaar geleden gewonnen heeft. Nou, dat was wat, dat was mooi. Tim Nederlof. Ja. Koen Osspeer. Koen, ook hier weer. Ja, die is winnaar vorig jaar, ja. Roy Pieters, de zoon van de oude Sprinter. Ja. Ronald Roos, een oude... Ook altijd een outsider. Ja, oude prof geweest. Gaat ook altijd van voren. Joris Slaman, Bergambacht, die ook altijd heel kort rijdt hier. Dennis Smit, ook de zoon van de sprinter van de Tour de France. Ja, van Theo Smit. Ja, van Theo Smit. Ja. Mooi haar. Klinkt goed allemaal. Ja, en dat zijn een beetje de... Zo ik ga me erin verdiepen hoor. Dit zijn kanonnen. En weet je wat? Als jij dan in die wielen... Ja, mogen we hem introduceren in de wielenbus van Oude een keer? Ja, tuurlijk. Dan krijg je altijd zo tegen 4:30 binnen met een bak met alleen maar kroketten erin. Dat is de enige reden dat komt. Oké, jij gaat één voor alle vijf ga jij daar naartoe? Een kroket smaakt nergens lekkerder dan in die bus. Oké. Ja, het is heel apart. Mannen, geef het toe. Ja, is ook zo. En, ja, maar Bram haalt ze hoor, ik moet eerlijk zijn. Ja, daarom. Ja. Jij dacht... Ja, daarom. Ja. Ik eet ze niet. Moeten de stand houden, die buik. Ja. Ik bewaar ze voor Jan. Maar die krijgen druk, die moet eerst toch met Els mee en dan met mij. Ja, nou, geweldig. Dat is ben ik zo. Maar in ieder geval, het gaat weer gebeuren. De 51ste vorig jaar was geweldig, mannen. Ja. En ontzettend leuk dat jullie het ieder jaar maar weer organiseren. Ja, voor jou is het niet zo vaak, hè, Bram? Nee, dat is... Hoe lang ben je in functie? 32 keer, dus... 32? 32 keer op? Ja. Ik vind het knap. Ik 13 jaar. Ik ben echt nog een soort... Ik ben de jongste van de ploeg. Dus het stelt helemaal niks voor. Ah, er zijn er meer zo lang bezig. Vergrijzing. Nou, het is natuurlijk uit de winkeliersvereniging ontstaan. En, ik ben 15 jaar secretaris geweest en dan... Toen was je de piezang. En nou ja, het is een machtig spektakel. Reclame maken hoef je er eigenlijk niet voor. Nee, want er is kermis, er is wielrennen, de terrassen lopen vol. Het is één groot feest. We wachten alleen het mooie weer nog Hoop even. Op mooi weer. Maar het is meestal mooi weer. We hebben 1 keer heel slecht weer. Ja. Editie 51 mensen. En ik wil wel toch even nog zeggen over de sponsoring. Ja, ga je namen noemen? Nee, ik ga geen namen noemen. Want ik hoef geen namen te noemen, want iedereen noemt bijna mee. Ja. En we hadden verwacht dat het toch wel wat moeilijker zou zijn. Er zijn inderdaad wel wat afgevallen, maar er zijn ook nieuwe bijgekomen. Mooi. Zal het dan een stabiel compliment voor jullie, denk ik. Ja. Voor jullie organisatie. Ja. Mannen, geweldig dat je er wilde zijn. Okay. We zien jullie volgende week.
op Hemelvaartsdag, op of rond het parcours. En Julia, jij bent er misschien ook wel of niet? Gaan we eens kijken? Als ik er ben, ga ik zeker kijken. Heerlijk. Ja. Nou, Arie zal er zeker zijn. Deze keer zeker. Ja. Mooi. Nou, ja, dat wisselt bij mij. De ene keer ga ik zelf fietsen en de andere keer ga ik kijken. Ja, dan gaan we ervoor genieten. Okay. En dan gaan we langzaam zeker deze prachtige aflevering afsluiten. Ja. Ja, er zijn heel wat data voor de agenda natuurlijk langsgekomen. Ik hoop dat u heeft zitten meeschrijven thuis. Er is van alles te beleven. En ja, dit was het alweer. Het is weer voorbij gevlogen, kan niet anders zeggen. We hadden weer een afwisselend programma hier. Ik hoop dat u net zo heeft genoten als wij. En we zenden natuurlijk uit op tv, op internet. Daar kunt u ook altijd de uitzending nog eens nakijken. www.vrolijk.nl/Jan. En dan zit u meteen weer bij ons aan tafel. Ja, niet te geloven. Ja. Nou ja, dan heeft u een idee voor het programma. We zijn altijd welkom, leuke suggesties. Of een spannend onderwerp. Iets waarmee u zit, wat u besproken wil hebben in dit programma. Alles kan. Alles kan. Als het maar betamelijk is. En, en die kunt u dingen, kunt u sturen, mailen naar Jan en Alleman. @vrolijk.nl. Over 2 weken zijn we er weer. En dan zijn we er nog een keer. En dan is het vakantie. En dan is het nog heel ver weg. Dat duurt nog even. Julia, ik wil jou bedanken. Jij gasten bedankt. Bedanken. De mensen van Vrolijk bedanken voor de prima entourage hier. En we zien elkaar over 2 weken weer. Dankjewel. Dag. Dat was het weer. Dat was het weer. Arie, dag.